Namens Gerry en de kinderen heet ik u welkom in deze dankdienst voor het leven van Dries van de Beek. En we wensen elkaar een goede en een gezegende dienst. Ben ik voor iedereen te verstaan trouwens? Ja? Daar moet ik een opmerking over maken. Dit is mijn eerste dienst weer. Ik had contact met Dries en Gerry. Ben ik een aantal keren geweest. En ik had hem beloofd deze dienst te doen, maar ik doe verder nog niets. Ik heb een herseninfarct gehad. Daarom loop ik met een stok en is mijn spraak af en toe valt weg. Maar ik hoop niet in deze dienst. Moet ik even op een flesje blazen en dan komt het dan zelf weer terug. En dan gaan we weer door. Dus dat is nog spannend voor u en voor mij. We kijken nu hoe Daan de kaarsen aansteekt en daarna leest Aniek een gedicht voor. Ja, dat zou je net zien op zo'n spannend moment. Nou, er komt weinig vuur uit. We gaan een andere aansteker. Of rookt er iemand nog? Heeft iemand een aansteker bij zich? Tjonge, wat een gezonde gemeente, ja. Oh ja. Nou, bedankt Daan, je hebt het goed begeleid. Waar ben je nu daarboven? Kijk je stiekem mee? Of moet je ook nog wennen, net als ik aan het idee? Waar ben je nu daarboven? En zie je ons nu hier? Moet je lachen, traaien in je ogen, van verdriet of van plezier? Waar ben je nu daarboven? Ken je ook het missen van? Of weet je ook dat in je hart je iemand nooit vergeten kan? Waar ben je nu daarboven? Denk je ook aan al het fijne? Zodat je net als ik weet dat je nooit echt zult verdwijnen. Dankjewel, Aniek. Wij gaan nu met elkaar zingen Psalm 73, vers 13 en dan vers 12 uit de oude berijming. Thank you.
beginnen deze dienst met de oude vertrouwde woorden die Dries en Gerries, de kinderen, zo vaak in deze kerk en in de oude gereformeerde kerk hebben gehoord, dat onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Zullen we met elkaar gaan bidden. Heere God, wat is het vreemd om zo op een maandagmorgen bij elkaar te zitten in de Goede Herderkerk. En we zouden hier liever ook niet zijn. Maar het leven is niet anders en we zijn hier om afscheid te nemen van Dries. Om met elkaar een dankdienst te houden voor onze dierbare man, vader, opa, familielid, vriend, gemeentelid. Van een man met wie we ons leven hebben gedeeld. En afscheid nemen doet pijn vandaag en morgen en nog heel lang. Want Heere, Dries mocht heel lang in ons leven zijn als een betrokken, belangstellend, meelevend, liefdevol mens, en dat maakt de leegte zo voelbaar. Geef dan, Heere, dat de woorden en klanken in deze dienst troostend zijn, dat we hem aan u mogen teruggeven, u de Schepper, die alles zo goed heeft gemaakt. Wij danken u, Heere God, voor Dries, voor wie hij was, voor wat hij deed, zichtbaar en onzichtbaar op zijn eigen bescheiden wijze. En we bidden u dat niets van zijn leven verloren zal gaan. Dat hij in onze gedachten en gevoelens blijft voortleven. En dat wij wat hij geleefd en gedaan heeft ten goede zal komen aan deze wereld. En dat wij, goede God, in alle vrede en vriendschap op aarde de belofte herkennen dat gij ons getrouw zult zijn tot in de dood. Wees met ons, Heer, in deze dankdienst. U weet hoe we hier zitten. Wees met allen die hier zitten met verdriet om wie er was in het leven, een geliefde, en die we moesten afstaan aan de dood. Er zijn zoveel mensen die dagelijks denken aan een geliefde, die nog steeds leeft in harten, ook al is het jaren geleden. God, breng zo rust en vrede in ons hart en kom met uw Heilige Geest in ons midden. Amen. We luisteren nou naar het In Memoriam van Dries. Pa is geboren op 1 mei 1938 in Oldebroek aan de Zuiderzeestraatweg. Na de lagere school ging pa werken bij G. Wenzel in Oldebroek. Hij begon als leerjongen. Hierna ging hij enkele jaren in Zwolle werken. Na deze periode ging hij naar Hermanus Wenzel. Hij volgde ook gelijk op de avondschool het schoenmakersvak. Ondertussen kwam hij ma tegen bij de enige lantaarnpaal aan de Winterdijk in Oosterwolde. Dat waren nog eens tijden. Pa en ma trouwden op 10 oktober 1962. Pa ging in het begin van het trouwen een avondopleiding volgen voor zijn middenstandsdiploma. Met het doel de winkel en schoenmakerij van ome en tante Wenzel over te nemen. Voor pa geldde letterlijk: schoenmaker, blijf bij je leest. Hij was een zeer goede vakman, maar absoluut geen klusser. Bij het sausen van het plafond kwam de slip van de stofjas telkens in de sausbak en sloeg tegen zijn nieuwe broek, want een oude broek aandoen was niet nodig. Zijn grote hobby was de muziek, beginnend op bugel en trompet en enkele jaren later de tuba. Daarna ongeveer 50 jaar op de S-bas. Pa is 67 jaar lid geweest van Concordia, waarna hij als erelid is gestopt. Het gehoor en de ogen lieten het musiceren niet meer toe. Tot het laatste moment vroeg pa aan mij, als ik bij hem kwam: en, nog nieuws op de muziek? Pa en ma hebben 15 jaar een caravan gehad op de Wikkel.
aan de Veenweg in Oldebroek. De meeste zondagen kwamen de kinderen en kleinkinderen koffie drinken. Maar ook volleyballen, darten, tafeltennis, van alles konden we doen. Pa kon hier ontzettend van genieten. Nadat de winkel en schoenmakerij gesloten waren, konden pa en ma aan hun welverdiende pensioen genieten. Fietsen deden ze graag. Met de aanschaf van de elektrische fiets kon pa tot vorig jaar zomer overal nog komen. Tot 1 oktober vorig jaar, als donderslag bij helder hemel, de diagnose van lever- en longkanker werd geconstateerd. In eerste instantie leek het heel snel te gaan. Maar na aanpassingen van de medicijnen kwam de ziekte min of meer tot stilstand. Daarna ging het redelijke tijd stabiel en heeft hij de verjaardag van ma en de kerstdagen kunnen vieren. Zelfs de geboorte van zijn eerste achterkleindochter en zijn 84ste verjaardag. De laatste dagen waren zwaar en de laatste de nacht ging het echt niet meer. Ma heeft 's morgens vroeg de dokter gebeld en deze gaf aan dat hij pa wat zou geven voor de pijn. Hierna is pa na enige uren in alle rust ingeslapen. Pa, rust zacht. Wij zingen nu het tweede en derde vers van het lied, Vaste rots van mij behoud. Jezus niet mijn eigen kracht en zie, ik breng voor mijn behoud. Wij lezen met elkaar Psalm 23, een psalm van David. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen kwaad, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik verblijf in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. We gaan u zingen, gezang 14, het eerste vers, het lied over de goede herder. Uit Johannes 15 lees ik enkele woorden van de Heer Jezus. Ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde, je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan dat je je leven geeft voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekend gemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je hem in mijn naam vraagt. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Tot zover het woord van God. Wij zingen nog een couplet van het gezang 14. De Heer is mijn herder, hem blijf ik gewijd. Gemeente van Christus, lieve mensen, in de buurt waar ik ben opgegroeid, in Rotterdam, in een wat ouder stadsdeel met veel arbeidersgezinnen, woonde en werkte een schoenmaker, een al wat oudere man. Ik kwam nogal eens in zijn werkplaats, die tevens winkel was. Het was ook een sociaal ontmoetingspunt
in de buurt en er kwamen veel mensen binnen, gewoon voor een praatje. In zijn winkel verkocht hij inlegzooltjes en vetes, tassen, was depot voor een stomerij en nog veel meer. Als ik in zijn werkplaats kwam, rook je het leer en de lijm, maar vooral je voelde dat je welkom was. Altijd vroeg hij mij hoe ik het maakte op school en wat hij voor mij kon doen. Meestal was dat iets van stikken of verzolen, want steeds nieuwe schoenen kopen zat er bij ons niet in. En de schoenmaker begreep dat ook wel. Ik heb jaren niet aan die man gedacht. Al vroeg ging ik uit Rotterdam om te studeren en te werken. Maar toen ik van de week deze overdenking schreef, dacht ik weer aan mijn oude buurtje en aan die vriendelijke schoenmaker. En toen zag ik Dries voor me in zijn werkplaats aan de Zuiderzeestraatweg. De man die met iedereen kon opschieten, open stond voor een praatje, die samen met zijn Gerry de zaak runde. Een winkel, een zaak, die de Oldebroekers wel wisten te vinden. We hoorden het al, het begon onder de enige lantaarnpaal in Oosterwolde. Daar sloeg de vonk over en voor Gerry reisde Dries menigmaal naar het dorpje. Ze verloofden zich en trouwden op 10 oktober 1962, klonk hun ja in de oude gereformeerde kerk aan de Rustenburgsweg. En zij kregen de mooie tekst, de trouwtekst mee, die ook op de kaart is afgedrukt, dat uw ogen nacht en dag geopend zijn over dit huis. Vanuit dat geloof hebben Dries en Gerry geleefd, zijn ze vader en moeder geweest, hebben zij hun zaak gerund, gingen zij eerst op de Rustenburg weg en later naar deze kerk, vrijwel iedere zondag. Dries vertelde in ons eerste gesprek al over zijn liefde voor de muziek. Concordia, 67 jaar lid, erelid, meer dan 50 jaar S-bas. Mooi zoals de bas op de kaart en op de liturgie is getekend. De orkonde staat in de kast in de woonkamer. Erelid, erelid Dries van de Beek. Toen Dries en Gerry hun werkzame leven afsloten, bleven ze naar deze kerk gaan, dat hoorde erbij. Leefden ze ook voor de kleinkinderen als gelovige biddende opa en oma. En hun trouwtekst bleef aan de muur hangen op een prominente plaats, zichtbaar voor iedereen, boven de deur naar de slaapkamer. Dat uw ogen nacht en dag geopend zijn over dit huis. Dries, een gelovige man die ik heb leren kennen, als een man die niet bang was voor wat er zou komen, maar meer verdrietig om wie hij moest achterlaten. Een en andermaal zei hij tegen mij dat hij zijn leven geborgen wist in de handen van zijn heiland, veilig in Jezus' armen. Dat zei hij tegen mij in alle bescheidenheid, maar echt en oprecht. Die God dankten we steeds als ik op bezoek was voor alle goede dingen, voor zijn gezin, voor Gerry en de kinderen, de kleinkinderen, het achterkleinkind. En we vroegen God om bij Dries te zijn, nu er langzaam een schaduw over zijn leven viel. En bij Gerry, als straks alles anders is in het huisje aan de dominee Otto Veninglaan. En bij de kinderen, als de weg naar huis nooit meer hetzelfde zal zijn. Ik ben er steeds weer verwonderd over hoe mensen, hoe Dries, zich gedragen wist door zijn geloof. Het geloof in de Goede Herder, over wie we hebben gelezen en gezongen. Voor zoveel mensen is dat een steun, de Goede Herder. Vrijwel ieder jaar gaan Nettie, mijn vrouw,
en ik in de vakantie naar de Dolomieten in Italië. Afgelopen juni zijn we ook weer met de trein naartoe gegaan. We hebben kleine wandelingen gemaakt, afgestemd wat mogelijk was voor mij. En we kwamen op onze wandelingen dan door schitterende dorpjes, bergdorpjes. En in ieder dorpje is wel een kerkje en we lopen langs het kerkje. In het kerkje steken we kaarsjes aan voor mijn kinderen. En daaromheen een begraafplaats. En op veel stenen staat: rust zacht, rust in vrede. We zullen je nooit vergeten. De Heer is mijn herder. De Heer is mijn herder. Ik heb wel eens gedacht, hoe vaak heb ik niet over de goede herder gepraat, gepreekt, de psalm gezongen, gelezen bij zieke en stervende mensen. Het zijn woorden die mensen dragen en die jaren een afstand wegnemen. Woorden van God die ook zomaar kunnen raken als je ze hoort. Misschien wordt psalm 23 over de goede herder wel zo vaak gelezen, omdat deze psalm, deze woorden, vooral gaan over de relatie die je hebt met de goede herder, of die je niet meer hebt. Wie van ons, ouderen en jongeren, kent niet de bergen en dalen in het leven, de vreugde, maar ook het verdriet, zoals de psalm zegt. En hoe vaak zal Dries op school en in de kerk niet gezongen hebben: de Heer is mijn herder. Het lied gehoord hebben op de radio of op de televisie, gespeeld bij Concordia, gebeden toen hij het moeilijk had, zijn laatste dagen. Zoals hij mij vertelde: het is ook moeilijk, dominee. De woorden uitgesproken of in stilte gebeden: Heer, wil u mijn herder zijn, nu ik uw schaapje Dries zo dicht bij de dood ben. En wilt u voor mijn Gerrie zorgen en voor mijn kinderen en kleinkinderen en mijn achterkleinkind. Ik ben zo geweldig trots op ze. Draag hen in uw vaderlijke hand. Ik moest denken aan een gedicht dat zegt: je hebt de strijd ten einde toe gestreden, tot God je riep. Hij nam je bij de hand. Hij heeft geluisterd naar je vurige gebeden, je stap voor stap geleid naar het beloofde land. En naast de droefheid die we moeten dragen, is er een weten: God heeft mij bevrijd. Hij gaf ons niet het antwoord op ons vragen, maar schonk ons uitzicht op zijn eeuwigheid. Zijn Heere en Herder heeft hem geleid naar het beloofde land. Daar mag hij veilig in de beschutting van de Allerhoogste wonen. De Heer is mijn Herder. Het is niet alleen een psalm, een lied, maar het is ook een gebed. Misschien wel het mooiste dat ooit geschreven is. Het is aan koning David toegeschreven en de dichter moet zich een koningskind gevoeld hebben. De Heer is mijn herder, zong hij, en dat beeld van de herder die schapen hoedt, die schapen ook zoekt, die verloren schapen thuis brengt, staat boven alle wetjes en regels. Ik denk wel eens, of liever, ik geloof dat ook, dat de goede herder soms met tranen in zijn ogen bij de deur van zijn stal staat, wachtend, onvermoeibaar wachtend op een schaapje, dat soms heel plotseling of na een moedig gedragen ziekte in de hemelse stal aankomt. We hebben in het Nieuwe Testament woorden van de Heer Jezus gelezen over vriendschap. De zin: niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden, heb ik altijd gelezen als voorbeeld hoe het zou moeten gaan tussen mensen. Daarvan heeft Dries veel begrepen. Samen met Gerrie heb ik hun huis zonder drempel ervaren. Hij zwaaide al naar mij als hij mij aan zag komen lopen of fietsen. Zonder te bellen kon ik achterom lopen, binnenstappen. Vaak kwam Gerrie me tegemoet en gebaarde Dries mij dat ik in een stoel kon gaan zitten. Ik had zo mijn vaste stoel. En er was een kopje thee en een koekje
En als eerste de vraag van Dries, zeker de laatste tijd, hoe gaat het ermee? Dat ging niet goed, dat wist hij. En toen ik in het ziekenhuis belandde en later in een revalidatiekliniek, leefden Dries en Gerry mee. Kreeg ik een kaartje met hun naam en tussen haakjes de schoenmaker. En vaak als ik bij hen op bezoek was, kwam er iemand langs of er zaten mensen op visite. Een zoon, een broer, een zus en al gauw ontstond er een gezellig gesprek. Ondanks dat we wel wisten hoe ziek Dries was. Om zoveel over te hebben voor je vrouw en kinderen, je kleinkinderen, familie en vrienden, zo met hart en ziel van geliefden en klanten te houden, dan heb je gewoon veel van de heiland begrepen, maar ook van het leven. Dries heeft zijn leven, zoals in Johannes staat, met vrucht geleefd. Ik heb Dries maar kort gekend als invaldominee, maar onze band was er en hoewel ik nog steeds eraan denk, moet ik er ook aan wennen dat hij er niet meer is. Ik doe nog geen diensten, maar ik heb voor Dries een uitzondering gemaakt en beloofd zijn dankdienst proberen te leiden. Nog enkel woordje over de goede herder, vooral voor de kinderen. Het beeld van de herder met een schaap over zijn schouder lijkt een oud beeld. Zo'n beeld uit een kinderbijbel. En in Israël kan je het in heel veel souvenirwinkeltjes ook kopen. Ik heb ook zo'n beeld op de kast staan in onze woonkamer. De goede herder met een schaap op zijn schouder en een staf in zijn hand. Het is toch een beeld waar veel mensen troost en steun uit putten. Een beeld wat ook toekomst geeft. Ik heb jaren gepreekt in de kerk achter tralies als gevangenisdominee. En vrijwel niemand van die gedetineerden had ooit een kerk van binnen gezien. Ik heb het wel eens hier op de preekstoel verteld. Voor in die gevangeniskerk stond zo'n grote eikenhouten tafel met van die dikke poten. Over die tafel lag een kleed. En als gevangenisdominee ben je ook gelijk koster. En na een tijd wilde ik dat kleed eens wassen. Na de dienst, toen alle mannen weer op hun cel zaten, heb ik dat kleed langzaam opgerold. En toen zag ik ineens dat aan de voorkant van de tafel een houtsnijwerk was gemaakt. Het was de goede herder met een schaap op zijn schouder. En ik keek met grote vriendelijke ogen die gevangeniskerk in, naar al die criminele mannen. Ja, de goede herder was er toch al wel, maar hij zat onder het kleed en zelfs ik wist het niet. Toen ik dat had ontdekt, heb ik het kleed nooit meer teruggelegd. Een herder met een schaap op zijn schouder, als teken dat de herder zijn schapen veel langer vasthoudt en hoedt dan wij kunnen vermoeden. Dries rust zacht en dat je voor eeuwig bij onze heiland, de goede herder, mag zijn. Amen. Wij gaan nu een geliefd lied van Dries zingen. Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Uit de bundel 191, 1 en 3. Thank you.
Zullen wij samen bidden. Dank u wel, heren, voor alles wat u ons geeft, ook in deze dienst. Wij danken u voor Dries, onze man, vader en opa, familielid en vriend, gemeentelid, die onder ons heeft geleefd, die ons, de kleine en groten, heeft voorgeleefd, wat het is een vriend te zijn, zoals door u bedoeld. Een vader die zo goed begreep wat het was om samen met zijn vrouw Gerrie verantwoordelijk te zijn voor liefde en geluk in het gezin. Die samen de kinderen die u hen toevertrouwde lieten dopen, de weg naar uw wezen mochten grootbrengen met vreugde, dat het vruchtbaar mag zijn. Wij bidden u, Heere, voor Gerrie, voor Henk en Ineke, Aline en Jan, Martin en Ellen, de kinderen en het achterkleinkind, kleinkinderen. Wat zal de weg naar moeder en oma en het huisje aan de dominee Otto Veningelaan voor altijd anders zijn. Geef Gerrie troost en wijsheid verder te gaan, u weet van haar leven, dat zij zich gedragen weet door u en veel lieve mensen. Wij bidden u voor allen met wie Dries zich verbonden wist, door betrokkenheid, met Concordia, wat dan ook. Wij danken u dat Concordia zo betekenisvol was voor Dries en dat zij straks enkele liederen ten gehore brengen op de begraafplaats. Wij bidden u voor allen in deze kerk die weten en voelen wat het is afscheid te moeten nemen. Sommigen meerdere malen in korte tijd. U kent hen en wees met ze, met allen die juist geraakt worden door een dienst als deze. Heere God, en nu we afscheid moeten nemen van Dries, met dankbaarheid en verdriet in onze harten, vragen wij, wees met ons. Ga met ons mee als we naar de groeven gaan, als we hem voorgoed uit handen moeten geven. En geef dat het ons een troost mag zijn dat we hem in uw handen mogen leggen. U die hem al zo lang kent, veilig in Jezus' armen, zoals we ook op de begraafplaats zullen horen. Wij geloven, Heere God, dat de dood niet het einde is. U hebt de dood overwonnen en daarom mogen we biddend zingen als mensen die verlangen en hopen op de lichtstad met de paarlenpoorten. Amen. Dat is ook ons slotlied, Lichtstad met uw paarlenpoorten. En na de zegen geef ik eerst Henk het woord voor een dankwoord. Gaan wij dan weer van hier naar de begraafplaats of naar huis, naar de plaats waar de Heere God ons in het leven gesteld heeft.
dragen zijn zegen ook om voor elkaar steeds tot zegen te zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Namens Ma, broers en zusters, kinderen allemaal, wil ik toch graag de volgende mensen bedanken. Allereerst dominee Borst, heel fijn dat u het wou doen. En ouderling Schreuder, Derkje Schreuder, ook heel erg bedankt. Speciaal bedanken we huisarts van Wijk, die zo vaak bij Pa kwam. Een grote steun is geweest voor Pa en Ma. Begrafenisonderneming in de naam van Johan Tange, ook erg bedankt met al het goede wat je voor ons gedaan hebt. Tevens bedankt voor de buren die vaak kwamen voor een praatje op het bankje voor het huis. En alle mensen die een bezoekje gebracht hebben bij Pa en Ma. Dit werd ongelooflijk gewaardeerd. Nogmaals de muziek. Concordia voor de enkele serenades en ook straks op de begraafplaats. Heel erg bedankt daarvoor. En aan u allen die met medeleven door middel van kaartjes, bezoekjes, onvoorstelbaar hoeveel kaarten Pa en Ma ontvangen hebben, hoeveel berichtjes. Het was goed. En aan iedereen die aan deze dienst heeft meegewerkt, Rien voor het orgel, voor het geluid, Gerrit geloof ik, hè? De koster. En dan alle mensen die ik misschien vergeet, ik heb een paar namen willen noemen, maar de rest ook allemaal ontzettend bedankt voor alle goede zorgen. En we hopen u toch nog vaak bij Ma terug te zien en contact te houden. Dankjewel. Gerrie, kinderen, kleinkinderen, familieleden, vrienden, genodigden. Gekomen aan het einde van deze dankdienst voor het leven van Dries van de Beek, zullen we dit kerkgebouw gaan verlaten en op weg gaan naar de begraafplaats de Ekelenburg. Een paar mededelingen nog vooraf. Straks zullen we allereerst overgaan tot het uitdragen van Dries. Hij zal daarbij door Gerrie, de kinderen en kleinkinderen worden begeleid. Ik wil u vragen om nog even in deze kerkzaal te blijven zitten. En dan zal ik ook u de gelegenheid geven om bij de rouwstoet aan te sluiten. In overleg met de familie hebben we ervoor gekozen om de route zo te doen dat we ook nog langs de schoenmakerij, het voormalig huis, zo mag ik het noemen, zullen rijden. Dus van hieruit gaan we naar de Sprongsweg, Zuiderzeestraatweg. En zo gaan we op weg naar de Meneweg Zuid. U mag ons volgen als er mensen zijn die zeggen van we rijden rechtstreeks naar de Ekelenburg. Ook daartoe kan dat. Na afloop van de begrafenisplechtigheid hopen we in deze kerkzaal weer terug te keren. Elkaar te mogen ontmoeten. Namens de familie wil ik ook u allen daar vast voor uitnodigen. Mag ik dan nu u allen, voor zover uw gezondheid dat toelaat, vragen om uit respect op te staan van uw zitplaats. Orgelspel gedenken wij op deze plaats Dries van de Beek.